Lieve mensen, super leuk dat jullie hier allemaal zijn gekomen om mij even te supporten bij de start. Ik ga natuurlijk 7 uur lang paddelen vandaag, dus ik ben echt wel een eentje onderweg. Maar ik vind het fijn om jullie allemaal nog even zo te zien staan, voordat ik straks met mijn hoofd naar beneden in het water lig. Echt fijn dat we op deze manier zoveel aandacht voor kunnen vragen. Want ja, het grote doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat dit bij andere mensen niet gebeurt. En dat ik nu met zoveel mensen hier sta die hem ook gekend hebben, dat is heel mooi. Thijsie, ben jij er klaar voor? Natuurlijk, al 8 maanden. Lekker, dat is goed om te horen. Oké, here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Thijsie. Voordat dit allemaal gebeurde, was ik eigenlijk nog nooit in contact gekomen met depressie. En sinds ik dit project ben gaan doen en veel mensen gesproken heb, ben ik eigenlijk pas gaan zien hoe gigantisch groot dit probleem is. En dat is wel iets waar ik me zorgen over kan maken. Ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat ik het project gestart ben, is om hem nog op een bepaalde manier te kunnen eren, maar ook vooral alles te kunnen doen om ervoor te zorgen dat dit niet onnodig vaker gebeurt. Het is toch doodzonde dat mensen zich bezwaard voelen om over hun eigen problemen te praten. Kom ik natuurlijk op de vraag die ik heel lang uit heb gesteld. Waarom heb je dit project opgezet? Waar is dit begonnen? Ja, snap ik. Het is, dat is een goede vraag, zeker. En het is in oktober 2017 heeft een van mijn beste vrienden zelfmoord gepleegd. Die was depressief. Ja, daar kan je niet omheen. Dat is een nare gebeurtenis geweest. En dat heeft ook wel wat tijd gekost voordat ik daar overheen was. Wat we vandaag gaan doen is dus aan de hand van wat jij maakt betekenis geeft aan wat depressie voor jou is. En zodoende zullen wij gewoon een open gesprek daarover hebben. Je ziet op de tafel allemaal verschillende spullen liggen. Kwasten, pennen, potloden, klei en noem het allemaal op. Zou jij met de items die hier op tafel liggen aan ons kunnen uitbeelden wat een depressie voor jou inhoudt en wat het betekent? Ik weet niet of ik echt een plan heb, hoor.
Maar ik vind klei gewoon heel leuk. Eens maar eens kijken wat wat is überhaupt. Nou, ik trek gelijk naar de klei. Sowieso. Want dat voelt gewoon het allerlekkerst. Wat vond je eigenlijk het moeilijkste in die tijd dat je het had? Ja, wanhoop is een woord. Maar het gevoel dat je echt, echt niet meer weet gewoon hoe je de dag door moet komen. Of wat, waar dit hele leven überhaupt over gaat. Of wat gedachten, in mijn geval ook zeker aan, ik stap eruit. Ik kan dit gewoon niet aan, deze gevoelens van... Van eenzaamheid, van stagnatie. Het allermoeilijkste sowieso was blijven bewegen, letterlijk. Door blijven gaan. Terwijl je eigenlijk gewoon alles wil bevriezen of stopzetten. Bij mij was het ook een heel sterk gevoel van een soort afstand met de rest van de wereld. Dus als ik nu met je praat, dan is er, voel ik verbinding. En als ik, in die depressies kon ik gewoon ook niet meer... verbinding leggen met de rest van de wereld. Een hele goede vriend van mij die heeft heel recent een heel zwaar ongeluk gehad. Maar die nooit meer volledig van zal herstellen, maar hij leeft. En hij is mentaal gewoon helemaal bij. Wat voor mij hier heel belangrijk in is, is... ik merkte heel erg hoe ik intens verdrietig kon zijn over dit voorval. Maar hoe licht en hoe aan de oppervlakte dat ergens toch voelt in vergelijking met een depressie. Omdat wat je voelt is intens veel liefde voor iemand. En heel veel vriendschap. En je voelt ook heel veel verbondenheid met de mensen om je heen. En een depressie is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Van dit soort rouw en dit soort verdriet. Omdat het meer een afwezigheid is van connectie met mensen. En een afwezigheid van liefde. Of van licht, of van eigenlijk alles wat je verbindt met andere mensen. En het is heel erg alleen en heel erg leeg. Ja, en continu antwoord moeten geven op die vragen als waarom dan, waarom dan, waarom dan. En dat je er gewoon geen goede antwoorden kan vinden in die tijd. Terwijl dat ook voor mij nu onvoorstelbaar is. Want ik zie zo verschrikkelijk veel redenen voor alles nu. Ik bedoel, naar buiten gaan alleen al omdat je... misschien toevallig een heel kort moment, een leuk glimlach moment deelt met een kind. Weet je wel, dat is voor mij nu al genoeg om gewoon hupsakee door te gaan en er in van alles zin te hebben. Maar dat, precies dat is kapot. Je redenen waarom en waarom en waarom. En daar word je gewoon doodmoe van om jezelf voor iedere stap die je zet te moeten motiveren. Ja, grote dag, Monch. We gaan spreken op een event. Ik ben uitgenodigd voor een congres over stressbestendigheid en surfen. Nou ja, ik sta natuurlijk ook nog wel eens op een surfplank, dus vandaar dat ik ook mocht komen. Maar het grote ding natuurlijk is dat ik vandaag ook het project ga introduceren bij mensen die ik zelf helemaal niet ken. Dus ja, ik moet zeggen dat ik het wel echt spannend vind, want ik ga ook gewoon mijn open verhaal vertellen over iemand die ik verloren ben. Niemand gaat op Instagram zetten dat ze gekut voelen, of ze de taal niet gehaald hebben, of wat dan ook. Maar iedereen zet een foto erop als ze op vakantie zijn of op een leuk festival staan. Het kan zomaar zijn dat jouw beste vriendin of een goede kennis van je er wel mee sukkelt. Maar omdat je het er nooit echt over kan hebben, komt dat nooit echt naar voren. En dat is gewoon heel lastig. Dat is ook voor mij heeft helaas een hele negatieve implicaties gehad. We gaan terug naar 9 oktober 2017. Ja, dit is wel iets wat natuurlijk je leven een beetje tekent. Je gaat anders het leven kijken. Je weet niet van ja, hoe ga ik hier wat mee doen? En hoe kan ik op een manier toch een soort van positieve lading geven aan zo'n zwaar onderwerp? Dus toen ben ik een keer gaan nadenken en toen dacht ik, hey, weet je wat, het knaagt toch een beetje aan. Omdat iedereen gaat toch weer zo snel door met zijn leven. En gaat door met dezelfde dingen. Alles moet druk, alles moet goed, alles moet mooi. Terwijl dat helemaal niet, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben een project opgestart, dat heet Pedal Against Depression. Hey, Martie! Gozer! Even 1,5 meter, hè? Staat het? Ja, lekker! Gaan doen dan. Jou dan?
Ja, we gaan vandaag naar het strand, we gaan naar de tulpenvelden, we gaan peddelen, we gaan dronen, we gaan topdag hebben. Dat is wat we gaan doen. Hi. Hoezo? Wat gaan we filmen? Voor wat? Voor wat? We moeten een mooie promofilm hebben, want we gaan alweer over, wat is het? 9 dagen live met de fundraiser en dan moeten we knallen. Nice. Hi, let's go. Goed? Ja, zeker mee. Ja, kan ie? And therefore, we need your help. Ik kwam er niet helemaal lekker uit. Eén keer opnieuw. And therefore, we need your help. And therefore, we need your help. En ik moet ook iets in het Nederlands hatsenflatsen natuurlijk, hè? Ja. En daarvoor heb ik jouw hulp nodig. En daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Dat gaat Thijs van Holthuizen proberen om de afstand van een marathon te peddelen. En dat doet hij dan op een surfplank. Hij doet dat om aandacht te vragen voor mensen met depressies. Thijs van Holthuizen, goedemorgen. Hey June, goedemorgen. Dag. Jij bent van die prachtige actie Pedal Against Depression. Is nu hard aan het trainen om die marathon uit te peddelen. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Er is een duidelijke aanleiding, hè, waarom je dit bent gaan doen. Heb jij het gevoel, Thijs, dat er nog steeds een taboe rust op depressies? Het komt er van niet aan dat je in het leven af en toe tegen wat dingen aanloopt die gewoon erg lastig zijn. En ik denk dat daar ook zeker de ruimte voor moet zijn om die dingen met je naasten te kunnen delen. En ik hoop met dit project mensen kunnen laten inzien dat het leven niet altijd perfect hoeft te zijn. En dat er ook zeker ruimte moet zijn voor mindere momenten. Dan gaat hij op zijn surfplank 42 kilometer peddelen. En dat doet hij niet zomaar. De reden waarom ik dit doe is omdat ik aandacht wil vragen voor depressies. Thijs ontvangt nu al veel positieve reacties, ook van mensen met een depressie. Applaus hier vanuit Muidenberg, je eigen Muidenberg, voor jou Thijs. Ik wens je heel veel succes, doe je best. Dankjewel, Jules. Goedemorgen. Dag, hoi. Lieve mensen, ik heb denk ik waanzinnig nieuws. We zijn zojuist de grens van €15.000 gepasseerd op de fundraiser. En dat is natuurlijk waanzinnig nieuws, maar dat was nooit gelukt zonder al jullie hulp. Dus ik wil bij deze iedereen nog echt van harte bedanken voor alle berichten die zijn rondgestuurd, alle telefoontjes die we hebben gehad en alle lieve berichtjes die we hebben ook mogen ontvangen. Ja, zonder jullie hulp was het natuurlijk nooit gelukt. Dus bij deze nogmaals echt ontzettend bedankt en we zijn heel benieuwd wat er allemaal aangekomen nog meer. Dank jullie wel. Ik vind het zelf chill. Dat is het belangrijkste. Ik heb geen flauw idee. Nee. Ja, same here. Ja, dit is wel een... dan moet je alleen even kijken wat je wil. Of je een dubbele wil. Ja, jongens, ik heb er echt heel veel verstand van. Nou, wat ga je... Die 42 kilometer, ga je die... Ik heb gewoon mensen die dingen kunnen aangeven. Dus op zich denk ik niet dat ik per se 2 nodig heb. Maar ben ik eind januari naar Bretagne gegaan om deze plank te halen. En sindsdien ben ik een beetje in februari begonnen. En de eerste paar keer ging het wat minder goed. En het ging steeds beter. Ja. En toen stukje bij beetje ging het goed. Ja, en door die hele crisis nu zit ik bij mijn ouders. En die wonen op een natuurcamping. Het is een beetje een gek plekje. Maar dat is vlakbij een grote rivier bij de Lingen. Dus daar kan ik heel goed oefenen. Wind tegen, stroming tegen, golven tegen. En nu terug windje mee, dus dat is chill. Lekker wakker worden. Vind je goed? Ja, chill, zeker. Eerste keer op zee. Nice. Maar heel leuk, ja zeker. Chill om met Bart even in het water te liggen ook. Ja, het is gek met al die deining, want je gaat best snel op je bek. Ja. Dus dat was wel een goede les. En verder chill, het zonnetje schijnt, we zijn op het strand, dus niks te klagen denk ik.
Roes, waarom is het probleem van depressie zo groot, denk jij? Ik denk dat schaamte het grootste gevaar is van depressie. En als je depressief bent, dan is het allermoeilijkst om precies dat te doen wat je eruit helpt. Dus als je been breekt, dan kan je nog wel 112 bellen, zeg maar. En als je je pols breekt, dan ben je nog wel in staat om hulp te vragen, letterlijk. Van, wil jij maar een gulp open doen? Want mijn arm zit in het gips. En als je depressief bent, dan is juist, wil je me helpen of ik voel me slecht, is precies wat zo verschrikkelijk moeilijk is. Wat zo moeilijk is dat ik het nu zelf eigenlijk al bijna niet meer kan voorstellen. Dus ik ben al 10 jaar niet meer echt zo depressief geweest. Maar zelfs als ik hier zit te praten nu, kan ik in contact komen met die schaamte daaromheen. Van, om te delen dat onderdeel is van mijn leven. En dat had ik toen heel sterk, die schaamte. Dus ik heb het ook bijvoorbeeld pas heel laat, toen het echt, toen ik echt al heel diep in de put zat, met mijn zusje gedeeld. Die daar, behoorlijk gechoqueerd van was. Maar schaamte en schuldgevoelens, dat is heel, heel toxic. Of dat is heel, heel, een hele rottige extra laag erop. Het idee dat er iets heel erg mis met je is, of dat je niet mee kunt draaien, dat je gewoon een kapotte auto bent, zeg maar. En dan heb je natuurlijk ook nog dat hele grote deel van mensen die een zware depressie hebben gehad of iets anders en die gewoon niet aan werk komen. Omdat ze heel lang zijn opgenomen en omdat werkgevers geen risico willen nemen. Dat is natuurlijk de andere kant van mensen die gewoon nog heel echt een taboe ervaren. Het is niet allemaal in de wat misschien nog een vrij basic, kan ik er wel met mijn vrienden over praten sfeer, maar gewoon kan ik nog wel een baan vinden. Je loopt klappen op. Iedereen loopt klappen op, sooner or later. En ja, dat heeft zorg nodig. Dat heeft zuurstof nodig, dat heeft aandacht nodig, dat heeft contact nodig. En het pretenderen van alles is oké en ik heb alles op een rijtje. En dat is een beweging die gewoon, denk ik, heel veel misschien wel onnodige leed veroorzaakt. Microfoons hebben die tegen wind kunnen. Ja, ik heb dat ook al allemaal in een gearlijst gezet met mics met van die bolletjes die erop gaan, zodat het windbestendig is. Maar hoeveel audio hoeven we van Thijs niet hebben? Ik wil niet meer. Snel overschakelen. Dat is toch wel leuk, hè? Ik wil niet meer. Misschien alleen de audio ook. En dan zie je nog op de achtergrond van die map zie je hem zo peddelen. Ja, dan zie je daar overheen zie je die kaart en dan zie je zo'n balletje met een stipje wat kleiner en groter wordt. Die maken we gewoon van tevoren. Dat is helemaal niet live. Het lijkt alsof hij daar is, weet je wel. Dat gooien we dan juist op het moment dat hij daar ook echt is. Ja, misschien alleen als ik langs je punt kom. Ja, en we zien op het GPS-trekkertje weer dat Thijs verliest. Ja. Dat mensen dan tussen door die commentbox gaan vragen, kun je even het trekkertje aanzetten? Ja, nee, het is lastig. Nee. Even wat moeilijker. Volgens is dan even aan de beurt. Ja, wel fijn dat je ook echt aan je voeding hebt gedacht zo echt maanden bezig met streng diëten en dan alleen maar, hier staat hij, mijn bak met pasta. Een beetje mayo, zalfde spiertjes, hè? Een beetje vetlaagje is altijd goed, Tom. Door die gekke livestream, een megafoon, WhatsApp berichten die naar je toe worden gejaagd, dat je dan gewoon echt in je pedal space zit, weet je wel, en dan, oh, een leuk berichtje, weet je wel, en dan voel je een soort van beleefd om. Draai zo om en dan ga ik mijn bek. Weet ik veel, weet je, dat soort dingen. Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat wil ik wel zien. Daar hebben we echt ziek massa. Jullie hebben ook zo'n massa op die boot, jongen. Echt, jullie hebben het veel chiller dan ik. Jullie kunnen nog een beetje op die boot.
Ja. Een beetje rondkijken. Ik zit daar dus. Ja. Nee, dat klopt. Vanavond nog wat bliksem die boot even wat extra elektriciteit power geeft. Nu hoef je niet meer op te laden. Ja, de boys zijn een dak aan het bouwen voor de livestreamboot. In het geval dat het gaat regenen, het wordt hier gewoon stralend weer de hele dag. Maar mocht er ergens een druppeltje vallen, dan hebben wij een mooi plexiglas dak. Zodat iedereen er droog bij zit. Ja, we denken aan alles, hè. Het is ongelooflijk. Ik ben echt ziek aan het gewicht hervallen, maar dan liefst je spelers er niks bij. Dat is op de spiertjes morgen, Thijs. Ik heb spierpijn morgen, denk ik. Hoe doet hij dat? Ja, dat doet toch wel wat met je. Dat je gewoon 8 maanden lang bloed, zweet en tranen in het project gooit. En dat er dan gewoon zo'n Picasso op de boot staat. Dat is wel echt... Nee, dat doet me goed. Zoveel hoofdstukken gehad erdoor eigenlijk ook. Weet je, het is gewoon begonnen met ik ga het tochtje peddelen. Hoe ga ik dat doen? Martijn gewoon gevraagd van, joh, kom één keer even wat foto's schieten. En daar is gewoon dit uitgekomen, wat ik eigenlijk bizar is, weet je wel. Er zijn 8 mensen te filmen vandaag. En we hebben een hele documentaire die we gaan maken. En alles wordt straks echt mega groot opgepakt. Dus nee, ik ben daar gewoon echt mega trots op ook. Maar ook vooral met Martijn, jongen. Die jongen heeft zoveel gedaan. Het is echt absurd gewoon. Het is natuurlijk leuk dat we het zo hebben kunnen combineren, weet je. We zijn gewoon 2 studentenvriendjes die altijd maar bier aan het drinken waren. En dat, ik denk dat heel veel mensen nog wel denken dat uitgerekend wij dit project met z'n tweeën doen. Dat ze denken van, waar die gasten die altijd alleen maar dronken op, in de kroeg stonden ofzo. Dus dat is ook wel een soort grappige wending hoe dat zo ineens gaat. Ja, het is gewoon zo vet dat het eindelijk zover is. En ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Dus ik ga er ook zeker van genieten. Weet je, het wordt een lange, zware tocht. Maar ik weet dat ik het kan. Ik heb alle vertrouwen in, mijn lichaam voelt goed. En ja, wat ik zeg, weet je, allemaal mensen die hier staan te kijken en het is gewoon vet mooi weer. Ja, dat maakt het gewoon zo'n mooie combi eigenlijk. Dat ik, ja, ik kan gewoon, ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Ja, hier heb ik dit voor getekend. Ja. Wil je pointje? Ja, ik zie het weer. Er komt dit natuurlijk weer in af. En deze shot, is goed, ik wil buiten de deel. Ik ben heel blij dat ik Daniel Baarslag uit Muidenberg ook natuurlijk heb kunnen strikken om voor ons de Last Stand te spelen. En hierna vraag ik jullie om allemaal even 2 minuten stil te zijn. En als die voorbij zijn zal ik even een seintje geven. En dan hebben we ongeveer nog 5 minuutjes voordat de start begint. Maar laat ik vooropstellen dat ik echt ontzettend blij ben dat jullie er allemaal zijn. En we gaan er een hele mooie dag van maken. Dank jullie wel.
Dank jullie wel. Dan geef ik jullie allemaal even een paar minuten om bij te komen. En dan ga ik me voorbereiden op de tocht. En dan over een kleine 5 minuten ga ik lekker het water in. Maar nogmaals bedankt dat jullie allemaal zijn. Goedemorgen lieve kijkers. Wij zijn Floris en Saar en vandaag gaan we jullie meenemen op de tocht die Thijs gaat afleggen. Hij gaat namens 42 kilometer peddelen om aandacht te vragen door depressie en het taboe dat daarop rust. Spring op de plank weg naar de horizon. Weg van waar het begon. Ontzettend dierbaar moment dit. En hij begint weer te peddelen. Een joel vanaf de kade. Mensen die hem volgen. En daar gaat hij. Meneer, ontzettend bedankt dat we hier onder de brug door mogen. Waarvoor is deze stok precies? €3 betalen. We hopen natuurlijk ook dat er daadwerkelijk mensen dit gaan kijken die met zichzelf in de knoop zitten. Wat zou jij mee willen geven aan deze mensen die het zien? Kijk, ik denk gelijk aan dingen als het komt goed en het wordt echt beter en het kan echt. Maar ik weet ook dat soort uitspraken, als je daarin zit, bijna geen waarde hebben, omdat je het gewoon niet gelooft. Dus ik denk dat ik tegen hen zou zeggen, gewoon heel simpel, gewoon ga naar buiten. Je mag zo klein beginnen en je hoeft niet, als je je heel naar voelt en je helemaal in je eentje met die op slot zit in je hoofd, dat je zo helemaal dat op slot gevoel hebt, dan hoef je niet eerst te bedenken hoe je eruit komt, wat je probleem eigenlijk is, hoe je dat gaat oplossen, waar je naartoe gaat, hoe je leven eruit gaat zien en waarom je überhaupt wil leven. En die vraag hoef je niet te beantwoorden. Ga eerst gewoon babystapjes, ga naar buiten. En ga even heel hard nadenken waar je misschien het een beetje zin in hebt of misschien het minst vervelend vindt om te gaan doen. Weet je wel, want als je geen zin kan maken, dan dat is heel moeilijk. Wat vind je niet verschrikkelijk om te gaan doen? Ga dat dan gewoon doen. En in dat opzicht mag je, dat is één ding waarin je denk ik streng voor jezelf mag zijn. Van, je hebt één verantwoordelijkheid in het leven, naar mijn idee. En dat is er wat van maken. Het proberen om in je eentje dit het hoofd te bieden is mij in ieder geval nooit gelukt. En heeft ook dingen... heeft het ook erger gemaakt, zeg maar. Dus ik zou mensen echt willen zeggen van, hey, het is oké. En daarmee niet willen bagatelliseren, want ik weet hoe verschrikkelijk het is. Maar het is er, dus erken het en breng het in contact. En kijk, wat mij vervolgens gewoon geholpen heeft, is echt... een heel aantal dingen gewoon inbouwen in mijn leven. Triple R, rust, reinheid en regelmaat. Ik weet inmiddels van mezelf, als ik naar een feestje ga en ik ga bijvoorbeeld veel alcohol drinken, nou, dan krijg ik gewoon een duw de volgende dag. Dus daar ben ik gewoon mee gestopt. Dat doe ik gewoon niet meer. En ik weet van mezelf, ik heb helemaal niet altijd zin om hard te lopen, maar ik weet wel dat het helpt. Als ik... Het kan echt zo zijn dat ik wakker word bijvoorbeeld 's ochtends met veel angst. En als ik dan ga hardlopen, daarna is het gewoon weg. Of verschoven.
Wat zou jij zelf persoonlijk aan die mensen die deze documentaire gaan kijken straks willen meegeven? Als je zelf in een situatie komt waar iemand het moeilijk heeft en je weet niet hoe je daarmee om moet gaan, vraag het aan ze. En soms weten ze het zelf ook niet, maar ik denk dat dat altijd het beste is wat je kan doen. Als jij in een situatie komt waar je je ongemakkelijk voelt over hoe kan ik iemand helpen, vraag het aan ze, want zij zijn de enige persoon die het echt kunnen weten. Ik denk ook als jij uitspreekt van kijk, ik wil er heel graag voor je zijn en ik wil het echt samen met je doen, maar ik weet gewoon echt niet hoe, wil jij mij daarin helpen? Als je ook heel erg vanuit die behoefte van jezelf en niet per se neerlegt van ja, ik kan ook niks voor je doen als je het niet zegt, maar gewoon van ik wil er heel graag voor je zijn. Help mij om jou te helpen, want ik vind het ook moeilijk. En dan kan je het samen moeilijk vinden. En dat is altijd heel veel fijner dan in je eentje iets moeilijk vinden. En slag op links, en slag op rechts. En weer een op links. Hoeveel slagen zijn het er wel niet, joh? Wat een titaan. Kijk deze titaan gaan. Man, water, kracht, vooruit. Geen probleem. En nog 35 kilometer te gaan. Wat heb je toch een prachtig petje op. En wat heb je toch dikke, vette, lekkere schouders, man. Natuurlijk erg emotionele woorden van Tom, dat merk je ook. Zo emotioneel dat hij af en toe geen hele zinnen meer uit kan stoten, maar alleen nog maar woorden uit hem komen. Ik kreeg gisteren van jou een paar WhatsApp berichtjes dat je nog naar het Leidseplein bent gegaan. Tot hoe laat heb je in de kroeg gestaan? Ja, ik wil me daar verder niet over uitlaten. Voor meerdere vragen verwijs ik u graag door naar de persvoorlichter Martijn van Montjoe. Die kan u verder op weg helpen ermee. We hebben inmiddels al twee boten die Thijs achtervolgen. En soms ook de weg vrijmaken voor Thijs. En dus nu ook twee peddelplanken die hem ondersteunen. En dat geeft hem natuurlijk meteen weer wat meer moed. Wat meer energie in die armen. Die armen die nog ontzettend veel moeten gaan verduren vandaag. En het is een ontzettend prachtige dag. En leuk om hun allemaal hier te zien. Of we de spraakmemo's op de microfoon kunnen krijgen. Hey lieve Thijs, jullie gaan hartstikke goed. Het ziet er prachtig uit. We volgen je via de livestream. We zijn er uiteraard bij aankomst. Kom op, nog even doorgaan. Dikke kus, Tanti. We kijken mee vanuit Duitsland en het ziet er fantastisch uit. In de flow, door blijven gaan. Je zit lekker in de achtertuin en je doet het zo goed. Super tof project dit en vanmiddag zien we je hopelijk. Heel veel succes, hele dikke kus en zet erop hè, joejoe! Kijk, dank Rosalinde. Dat doet hem vast goed. Ik zie je in ieder geval met een grote glimlach achterom kijken. Je gaat lekker thuis. Hey Frederik, kan je ons even meenemen in je kunstwerk? Ja. Even kijken hoor. Ja, ik dacht al, volgens mij zijn we bijna een beetje aan het afronden, dus ik moet opschieten. We hebben geen haast. Het is een soort hoofd. En de buitenkant is een beetje, ja, ik weet het niet precies. Soms dan doe je gewoon, maar... En het idee is wel een beetje dat de binnenkant dan heel donker is en de buitenkant wat lichter, maar het is ook weer niet... Het een of het ander. En het is allemaal een beetje gemengd. Zou je tekening willen laten zien? Ja, met kloppend hart. Ja, en nu ik hem zo laat zien, ja, komt dat dus weer omhoog. Hè, wat ik een paar keer al gedeeld heb van... ja, wat zullen mensen denken als ze dit zien? Ja, denken ze dan, willen ze me dan nog wel? Of denken ze dan, dit vind ik zo spooky eruit zien. Met die man hoef ik niet in één ruimte te zijn. Dus ik wil dat gewoon graag benoemen en blijven benoemen. Omdat het gewoon een angst is die er altijd is. Als ik open ben over dit stuk van mezelf.
En tegelijkertijd zei ik eerder ook al, voel ik ook trots van, want dit is gewoon, dit klopt, zo voelt het om, depressief te zijn, voor mij. Ja, een rog. Een rog. En waarom een rog? Omdat ik ze heel gaaf vind. En ja, ik één keer een heel mooi emotioneel moment met een rog heb gehad. Ik was aan het duiken. En dat is ook heel, heel confronterend, duiken. Want dan zit je onder water. Ik was wel aan het werk of dingen aan het doen. Maar je bent onder water en je hebt... je hoort niks meer, je hoeft met niemand contact te maken. Eigenlijk ben je dan onder water echt alleen met je eigen hoofd. Nou, toen was ik dus was ik niet per se even blij dat ik alleen was met mijn eigen hoofd. Dus toen, maar ik was wel aan het werk. Toen opeens kwam er zo'n schaduw over me heen. Toen dacht ik eerst, oh, een orka of weet ik veel wat, iets naars. Wat helemaal niet kon daar, maar oké. En toen draaide ik me zo heel langzaam om en toen keek ik zo boven me en toen maakte echt zo'n hele, eagle ray, maakte boven me zo een soort looping. En het was echt gewoon alsof je even zo, joe, zei hallo, contact of zo. En daar werd ik heel blij van. En dat emotioneerde me gewoon heel erg, gewoon heel, heel oers vorm van contact met de natuur en met dieren. En dat is precies wat pijn deed, dat ik dat contact met mezelf niet kon maken of met anderen. Of maar in ieder geval alleen voelde in iets. En dat dan zo'n, nou ja, dat vond ik echt gewoon een heel mooi moment. En sindsdien hou ik heel erg van roggen. Ja. Ja. Zou je misschien in steekwoorden kunnen uitleggen wat depressie voor jou inhoudt? Steekwoorden. Dat is niet mijn sterkste punt. Ik vind het heel lastig om mijn ervaring van depressie uit te leggen in losse woorden. Dat is ook gewoon een hele grote reden dat ik schrijf. Dus ik zou kijken, ik weet misschien... Ik was aan het kijken of ik dit nog uit mijn hoofd wist, maar ik wist niet zeker. Het is wat het is. Niks. Jij, de afgrond aan mijn voeten, ligt niet. Schreeuwt je stilte comfortabel vanuit een wereld voor ons alleen. Soms wil ik me overgeven. Zeggen, neem me mee. Jij hou vast met ijzeren armen. Laat de lucht mijn longen niet langer lastig vallen. Het is te vermoeiend. Altijd alles in angst. Neem me. Neem me vlug. Voordat iemand me ziet gaan. Wil je voor me vechten? Vraag dan. Zelfs al smeekt mijn hart 3 letters, mijn mond vormt er maar 2. Voor je het weet, ligt dit leven weer vast aan ketens. Terwijl jij, de afgrond aan mijn voeten, geduldig wacht tot het onbreekbare breekt. Lieve Thijs, als je aan het luisteren bent, deze is voor jou. Hij glijdt over het water naar de horizon, weg van het reizen waar het begon. Lange slagen, lange adem, in vaste cadans en altijd in balans. Een bron van warmte in zijn kielzog. Hij peddelt stevast door, zonder gekuch of gepoch. Maar toch, log was het begin. Met zijn borst op zijn plank en zijn plank tegen zijn kin, vroege ochtenden, koud water, niet altijd zin. Maar hij maakte maar zin. Want ergens achterin, dat kopje van hem, daar zat het klem, daar zat de rem. Die was aangetrokken 3 jaar geleden door de vriend die hij verloor, die in zijn eentjes en stilletjes had gestreden. En dat moet bespreekbaar worden, hier nu in het heden. Daarom peddelt onze Thijs alles maar door. Daarom maakt hij maar zin en gaat hij ervoor. Dus lieve Thijs, ga zo door. Want jij geeft op deze manier de bespreekbaarheid van depressie gehoor.
Thijs. Ik ken je niet, maar ik kijk de livestream al de hele dag. Ik heb zelf een zware depressie gehad en ben een familielid aan suïcide verloren. Ik ben zo trots op wat je doet en je actie verdient nog veel meer aandacht dan dat het nu al krijgt. Heel erg bedankt voor wat je doet. Ik wou dat ik langs de kant voor je kon klappen, maar ik doe het even zo. Ik deel je actie zoveel als mogelijk. Zet hem op. Groetjes Iris. Thijs, hoe voelt dat voor je? Kijken of we nog contact met hem krijgen. Ik denk dat we niet nog hele diepe gesprekken moeten gaan beginnen. Ik denk dat het goed is om hem maar even te laten, ja. Die over minder dan een uur aankomt in Amsterdam. En hij doet dat met een gemiddelde snelheid op dit moment van 5,2 kilometer. En met dat tempo raast hij onze lieve stad, onze fijne stad tegemoet. En dan zou je natuurlijk afvragen, maar hoeveel kilometer moet hij dan nog peddelen? En dat is, als ik het goed heb, 5,6 kilometer. Dus ik hield net even de twee getallen door elkaar. Het is 5,6 kilometer Flo, peddelen. Ik ga nog even inbreken. Ja, hij gaat harder. Hij gaat 6... Kijk naar de schipper. 6,5 kilometer per uur alsnog na zo'n lange tocht. En hij heeft nog 5,2 te gaan. Ja, en dat is natuurlijk... voor ons zou dat al een hele marathon op zich zijn. Maar voor onze Thijs is dat eigenlijk gewoon het laatste gedeelte van zijn tocht. En je ziet er allemaal al mensen die klaar staan aan de zijkant om hem toe te moedigen, om hem toe te juichen. En dat is natuurlijk wat onze Thijs over de finish gaat slepen. Dat is natuurlijk wat Thijs nodig heeft op zo'n moment. Want hij wordt stilletjes, jongens. Yeah.
Ja, dat hadden we natuurlijk al verwacht. De paal met de camera is net het water ingevallen. Gelukkig heeft Thijs hem nog wel op kunnen vissen, maar hij peddelt nu terug en we gaan even kijken hoe we dit nu gaan oplossen. Oh. Martijn, vertel even, wat zijn we aan het doen? Nou ja, ik probeer een leuk shot op te nemen en we staan aan een boom. We hebben een drone en die is heel waarschijnlijk erin gevlogen. Dat kan gebeuren, er staan hier ook heel veel bomen zoals je ziet, Martijn. Nou, dat gaat prima. Dat gaat echt top. 3, 2, 1. Joe! Thijs, hoe lang zei je dat die boot mocht zijn? 52 toch? 52 meter. Ah, ik denk dat dat wel moet lukken met jouw plankie. Camera rolling, let's go! Ja hoor. Mooi straatje. Woo! Yeah! Nou, mijn plank was een beetje kapot gegaan, dus die lag hier even bij de reparateur in Noordwijk. En dit is allemaal voor jou, hè, Thijs. Al die straten zijn afgezet voor die finish. Voor al die duizenden mensen die vandaag komen kijken. Kijk, de dames zijn het ook maar wel later. Ze hebben het onder controle, ze hebben het onder controle. Dames voor, mannen. Bedankt. Sometimes funny me.